We hebben net gediscussieerd tijdens Politiek Café over de afvalcontainers. Jij hebt daar een duidelijke mening over. Kun je die in het kort samenvatten? Het ondergronds inzamelen is volgens mij het meest slechte plan wat we hebben gedaan als het gaat om het afval inzamelen. Ik denk ook niet dat het de waarde toevoegt die het wordt toegedicht. Het levert je een extra 2-3% op ten opzichte van het goed gescheiden inzamelen aan de deur. En het is 250 meter lopen, wat voor een hoop mensen toch echt een probleem is. Je hebt nog een aantal andere zaken, technische aspecten als storing in de container, vrachtwagens die niet de wijk in kunnen. Dat soort dingen die de investeringen niet waarmaken en die volgens mij dus niet de toegevoegde waarde leveren die je moet hebben. Wat jou betreft moet dus het restafval gewoon aan huis opgehaald worden? Zoals dat het nu is. En dat moet je verbeteren. Hè. Men moet nog steeds meer gaan inzamelen, meer gaan scheiden. We moeten daar strikter op toezien. Maar gewoon het bij de burger aan de deur ophalen, dat is prima. Dat gaat heel goed. Het argument van de tegenstanders, althans de andere kant van de streep, was van het is maar een klein zakje in de zoveel weken. Wat doe je nou moeilijk? Nou, dan kun je ook één zakje in de zoveel weken bij de deur ophalen. De discussie is verzand in, moeten we wel of niet afval scheiden? En dat was niet de stelling. De stelling was, moeten we het ondergronds gaan doen? En als je weet dat je ondergronds onder 250 meter een container neer moet zetten van een paar ton, dan wordt dat een duur geintje. En als je dan kijkt hoeveel procent je dat dan extra oplevert, dat is nagenoeg niks. Als je 2-3% nagenoeg niks mag noemen. Want dat is wat er uit het rapport kwam. En er zijn gewoon alternatieven die beter zijn en die bewezen beter zijn dan dit. Namelijk het scheiden bij degene die de afval ophaalt, wat aantoonbaar efficiënter is dan het ondergronds. Men vergeet ook dat de afvalwagens veel groter zijn en zwaarder zijn. Dus die komen niet op 150 meter van je woning af. Een punt waar jij ook redelijk fel op was, was dat mensen zeiden van laat het de buren maar brengen. Ja, dat is het toverwoord van de maatschappij. Hè? 2017 de participatiemaatschappij. Totdat je daadwerkelijk afhankelijk wordt van iemand anders. En dan is de participatiemaatschappij toch een stuk minder ideaal als dat het op papier lijkt. Oftewel, niemand wil afhankelijk zijn van een ander. Het wrange van het hele verhaal is natuurlijk dat het beslissing al lang gevallen is. Ja, en dat is ook weer waar ik mij ernstig over opwind. Is als je de hele discussie in de raad kijkt, wat naar mijn mening geen discussie was. Er is niet een debat gevoerd met de ins en de outs. Het rapport wat er is geschreven is een eenzijdig geschreven rapport. Gericht op het ondergronds inzamelen. En onder die vlag dan de targets halen als het gaat om het gescheiden inzamelen. Maar echt niet alle alternatieven zijn bekeken.